Goedendag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Real Dad Games. Ja, we zijn weer terug naar twee weken weg geweest. Veel te druk voor om filmpjes te maken. Veel bezig geweest met Tobiaske. Link staat wel onder in de beschrijving. Daarom. Maar nu komen we weer terug. Het is vakantie. Nou ja, bijna voor mij. 2 dagen. Het is vakantie. En dan hebben we al wat tijd om filmpjes te maken. Dus in de vakantie komen allemaal genoeg films. En denkt, fuck, wat is dit nou voor spel? En dit is Grit 2. En de opvolger van Grit. Grit, dat is een mooi racepeltje. Online. En gewoon singleplayer. Je kunt alles, auto's van kapot. Goede graphics. Echt een mooi spel. Vandaag dus gaan we gewoon online. Met Grit 2. Ik heb het nog nooit gespeeld. En kijk. Stil. Nee, nog een goed. Dan gaan we één oplossen hoor. Even fixen. Ik zoals ik zei, ik heb het nog nooit gespeeld. Dus nu krijg je opeens een dikke echo. Omdat die andere mensen het ook opties. Audio. Zo, waar ben ik? Microfoon of zo. Kijk, oh. Controls, nee. Controls. Oh, je moet hier een soort zin moet je besturen met W, A, D, S en zo. Ah, dat is minder, maar dat kun je natuurlijk weer aanpassen. Video man, je moet ook niet kijken, denk ik. Hut, wat is hut? Kijk, nou, gewoon even kijken. Entering. Misschien. Oké, okay. View profiel. En dan mute. Doe een microfoon of zo. Ben ik. Hey, nu is het weg. Nee, nu is het terug. Dan kan ik niet meer terug. Wat is dit nou? Ik kan helemaal niks meer. Loopt gewoon vast. Ik start het spel helemaal opnieuw op en dan ben ik zo weer terug. Dat zo. Ha, we zijn weer terug. Mooi, alles werkt. Ik hoop dat ze nu wel goed is. Kijk, dat microfoon dingetje is weg. Dit is zo wat goed zijn. Ik ga het gewoon doen. Gewoon gamen, daar gaat het voor. Niet om al die toevoegen te zien. Shit, jongens, daar! Ah, deze. No. Kijk, nu hoor je al die andere mensen nog. Maar deze zijn bezig. Hoe kan ik hier? Nee, hier kun je niet meer doen. Nee, doen. Dan gaan we terug. Dan gaan we een andere zoeken. This is where you can set up a race against other online competitors. There are lots of ways to customize your race. Ah, and no racing would be better. Nou, dat zijn niet echt veel. Nee, ik doe wel met deze mee. Ja, kijk, radio. Ik hoop dat ze nu meteen staan. Ja, ja. Gewoon gekeken. Denk. We gaan wel niet online, maar gewoon singleplayer spelen.
dat werkt ook niet. I've been keeping my eye on the racing scene for a while now, and your performance in Chicago is the reason why you had a drive around the Indianapolis Speedway. Now I have something to offer. My dream is to create a World Series of racing. Imagine the high-speed racers from the U.S., the technical guys from Europe, and the drift kings of Asia, all in one competition to determine the world's greatest driver. But first, we need a spark. We need a star, and that's where you come in. To get our name out there, I've set you up with some of the USA's elite racing clubs. Once we get the US clubs on board, sign some of their drivers, get their fans, then we can start hosting our own events. I just need some details, then I'll get my people to draw up some contracts. Dat is allemaal gemaakt, zo dan zie je op in het Google Chrome. Mooi hem nagemaakt. TRT. Nee. Dan gaat het blijven. Oh, zo. TRT, confirm. Ik doe natuurlijk hetzelfde, maar. Age. Ja, dat doen we. Content. Nee. Wil. Ah, wil. Ik ben wil. Doe maar easy. Dat is wel zo maar. So first up, you've got an invite to compete with New Union Race Club and their star driver Harrison Carter. If you can give him a good challenge, it should get him interested in joining up with us. In race events, the aim is to cross the finish line ahead of your competitors. You're gonna need all of your driving skill to make your way through the pack and bring home the win. Begin hem maar op, ik wil gamen. Iets op gepraat. Ja. Verder, kijk, deze. Ja, zo lijkt. Turn your car over if you crash. Harrison Carter is the main man around here. Show him you're up for the challenge. New Union is one of the best known racing clubs in the US. Finish in the top three to get their attention. That's a bad one. Maar dan is het wat verder van de I want to see you get a good eye on his racing line and pass this guy. Hey. Oh, flashback. Come on, you're the best driver out here. That's okay. There's a lot that can go wrong on a race day. Let's see how that could have gone. Just select the point in the replay that you want to resume from and hit flashback. Ah, we rijden.
U eerst. Ja, ja. 1 minuut 4. You won your first race. Way to go, pal. Ah, dat ging niet zo. Eerste meteen. Ja, yeah, we krijgen meer fans. Hey. 6000. Okay, Will. Well, your performance has got another club interested. Oh, nu kunnen we een nieuwe auto kopen. You'll need a Japanese-built vehicle to compete with them. So here's two to choose from. Even kijken. De top speed is, ja, van de Nissan. Nog wat. Oh, V8 7. Zet. Is toch wat sneller, maar even kijken wat welke beter is. Maar ik denk deze. Doen we deze? Oh, sure, yes. Good choice. You've got the option to take any of the cars you own for a test drive. It's a good way to test out the limits of the car before you head into competition. Sponsors are another great way to. Ach, sponsors. Each time you advertise a sponsor on your car, they'll offer you an objective. Complete it and you'll make sure you reach a wider audience. Oh, dat is niet zo mooi. Nee. Dan. En nu? Maar ik vind het wel zo goed. Ik vind het zo goed. Ik denk als we hiermee bij afsluiten. Tot de volgende keer. En abonneer even. Duimpje omhoog. En als je wilt natuurlijk altijd reageren. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Aju.